Hij heeft het web opgeschud en ik breng je dit nieuws uit eerste hand. Een groot Feyenoord-fan. Mijn hemel, wat hij heeft onthuld is echt indrukwekkend. Niemand had dat verwacht. Hij verraste iedereen met die uitspraak. Het was alsof er een komeet uit de digitale ether tevoorschijn was gekomen die zijn heldere licht op ons allen liet schijnen. Deontoyin. De aankondiging die de structuren van Feyenoord deed schudden en de wereld deed sidderen van extase. Ja. Beste Feyenoord-fan, er is echt iets bijzonders onthuld. Want hij verraste iedereen met zijn ongelooflijke onthulling. Voordat we verder gaan, zorg ervoor dat je je hebt aangemeld op ons kanaal om ervoor te zorgen dat je permanent op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in de wereld van Feyenoord. We hebben nieuws over mogelijke transfers die achter de schermen circuleerden in de voetbalwereld. Arne Slot, onze manager, heeft al enige tijd contact met Joshua Zirkzee en denkt erover om hem naar onze geliefde club te halen. Afgelopen maandag, tijdens rondo op Siggo Sport, vroeg Ruud Gullit, altijd op de hoogte van Feyenoord's bewegingen, Slot naar de mogelijkheid dat Zirkzee komende zomer bij ons zou komen spelen. Sindsdien is er echter veel veranderd. Slot legde uit dat er ongeveer een jaar geleden wel contact was, maar dat Zirkzee niet meer in de plannen zit. Het lijkt erop dat de prijs in combinatie met het salaris van de speler niet meer paast in onze strategie. Weet je nog dat we afgelopen zomer ons oog lieten vallen op Santiago Chimene? We dachten erover om een goede concurrent voor hem te halen. Maar uiteindelijk kozen we voor Ayase Uede, waarvoor we minimaal 8 miljoen euro betaalden. En Ximene verlengde bij ons tot 2027. Wat geweldig nieuws was voor ons allemaal. Zirkzee heeft een interessant verhaal. Hij begon in de jeugdelftallen van Feyenoord en ADO Den Haag, maar vertrok daarna naar Bayern München. Helaas slaagde hij er daar niet in om zich te vestigen en werd hij uitgeleend aan Bologna, waar hij dit Serie A seizoen uitblonk met 11 goals en 6 assists. De marktwaarde van Zirkzee stijgt, momenteel rond de 21,6 miljoen euro volgens voetbaltransfers. Bayern heeft zelfs een clausule om hem terug te kopen voor 40 miljoen euro. Maar Bologna heeft een startprijs van minimaal 50 miljoen euro vastgesteld voor andere geïnteresseerde clubs. Hoewel Zirkzee op een gegeven moment een optie was, lijkt het er nu op dat we een andere kant op gaan. Maar maak je geen zorgen. We hebben vertrouwen in het team dat we hebben en we kijken ernaar uit om te zien wat de toekomst brengt. Laten we Feyenoord met al onze passie blijven steunen.